Dinsdag 7 februari vond de feestelijke opening plaats van Amerikaans theatercafé De Stegel in Molenbeersel. Er wordt gekozen voor een Amerikaans concept, waarbij men naast speciaal bier en een exclusieve hamburger ook gaat inzetten op speciale koffie. Ja, de Stegel is toch een unieke locatie, toch een heel kinrooi. En voor een horeca uitbater is dat ook een droom. Hè. Zoveel activiteiten die hier gepland worden, zoveel verenigingen waar je mee in contact komt. Dus dat is altijd een meerwaarde. En wij denken ook wel dat wij naar het cultureel centrum zelf een meerwaarde kunnen bieden. En wat leuke zaken kunnen aanbieden die daarvoor niet beschikbaar waren en nu wel. Horeca is eigenlijk met de paplepel ingegeven. Ja, dat klopt. Mijn ouders zitten al ja, meer dan 30 jaar in contact met de horeca. Maar nu zit ik aan de heel andere kant van de toog sinds drie jaar geleden. En, uh, ja, dat bevalt me wel en ik heb er steeds meer zin in. Dus die, die goesting die blijft erin. Zeg maar. Je hebt een uh, speciale hamburger, je hebt een speciaal bier. Wat uh, gaan we nog uh, krijgen van uh, Ronnie Domen? we hebben hier zelfs voor in de Stegel ons bonen zelf samengesteld naar de smaak die wij ideaal vinden. We hebben zelfs een barista opleiding gekregen om toch wat iets mooiere koffies dan voorheen te kunnen aanbieden. Dus we willen op alles wat we doen, willen we toch een beetje proberen uit te blinken. Je hebt gekozen voor de Stegel. Was het moeilijk om bij de gemeente een voet tussen de deur te krijgen? De onderhandelingen waren niet altijd even gemakkelijk, maar we moesten zorgen dat we beide op dezelfde golflengte zaten. Want ja, het is, je zit hier niet alleen in een horecazaak, je zit hier eigenlijk ook wel in, ja, in het cultureel centrum. En het moet op elkaar aansluiten, een beetje. Hè. Wij moeten een verlengstuk zijn van het cultureel centrum en andersom. En dat was niet altijd even gemakkelijk, maar we zijn er toch uitgekomen. De verenigingen die hier in de streek zijn, die omarmen je? Tot nu toe wel. Ik heb er toch al veel contact nu met de carnaval en met de fanfare gehad. En ik hoop dat ik met de andere verenigingen ook nog veel en goede contacten krijg. Maar het eerste begin is al gezet. Het is te combineren, want je bent ook nog uitbater van het rondpunt in Kinrooi. Twee zaken, dat kan? Het kan, maar je moet ja, goede hulp hebben. En ik heb, ik heb toch wel een paar heel goede collega's nu die, die ons hier goed gaan proberen te helpen.